Goedendag, je kijkt naar het weerbericht van maandag 19 december van Weerplaza. Op de satellietfoto zien we wolkenvelden boven ons land. In het zuiden zijn opklaringen en daar komt de eerste uren nog mist voor, dat is hinderlijk in het verkeer. Verder is het overwegend bewolkt, maar droog en rustig met een oostelijke wind, windkracht 2 tot 3. Vanmiddag maken wolken soms plaats voor de zon en de temperatuur ligt in de middag tussen de 6 en 7 graden bij weinig wind. Vanavond klaart het vaker op en vanavond daalt het kwik naar 2 of 3 graden in het oosten van het land tot 4 in de kustprovincies en vannacht gaat het een graadje vriezen. Morgen stijgt de temperatuur in de middag naar 3 graden in het noordoosten tot 5 in Limburg. Daarbij staat er weinig wind en zien we de zon geregeld, al zijn er in het noorden mogelijk wat lage wolken. Woensdag zijn er perioden met zon en blijft het droog en is opnieuw koud met 3 tot 5 graden en in de nacht naar woensdag lichte vorst. Vanaf donderdag gaat de temperatuur omhoog, wordt het licht wisselvallig met donderdag wat regen en 's middags wordt het 4 tot 7 graden. Ik ben Diana Woei van Weerplaza.nl.